Amerikaanse oude bepalen. Ja, ik geloof ook dat een aantal van de oude vrienden, de oude buddies, neocons zoals genoemd worden van Bush, afstand nemen, kritischer worden ten opzichte van Bush. Ja, het deel van het publiek en van de politieke elite die nog achter de oorlog staan, de manier waarop die nu wordt gevoerd in ieder geval, dat neemt altijd maar af. Heel wat mensen beginnen vragen te stellen over het, niet alleen over de manier waarop de oorlog wordt gevoerd, maar over de vraag of het wel zo verstandig was om naar Irak te trekken. De aanhang van Bush die kalt inderdaad af. Verwacht men dat de Republikeinen zullen moeten inleveren of gaan ze het nog halen? Wat zeg je dat die zijn? Wel, over het algemeen wordt inderdaad verwacht dat de Republikeinen zullen moeten inleveren, maar de vraag is, zullen ze een meerderheid behouden of niet? En als je kijkt naar de opiniepeilingen, de laatste opiniepeilingen, zeggen dat bijvoorbeeld.